De kop is eraf. Het is dinsdag. De Vierdaagse is gestart. Wij staan in Elst. Maar Margie, hoe is het weer? Hartstikke leuk. We stonden hier net te dansen. Mensen, veel muziek. En nou ja, het is goed toeven hier. En kijk even naar boven. Het zonnetje schijnt. Ja. Wij hebben er zin in. Ik sta hier bij Marcel en wij zitten eigenlijk misschien wel op het mooiste plekje in Elst. Zeker. Gewoon vanuit een balkon lekker te kijken. Ja, ja, ja. Hey, woon jij hier? Nee, ik woon niet hier. Een kameraad woont hier. En wij gaan elk jaar zitten we hier te kijken hoe die mensen allemaal presteren. Want jullie zijn eigenlijk een soort vriendengroep van elkaar, ja, of niet? Ja, 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 ja. En onze vrouwen lopen mee. Dus tenminste, die van Hans en die van mij. Dus jullie zijn eigenlijk speciale aanmoedigers voor. Ja. En hoeveel loopt ze? 40. 40. Ja. En hebben jullie misschien ooit een keertje de behoefte om mee te lopen? Ik niet. Ik vind het wel zwaar zat om elke dag feest te vieren. Ik was dus aan het wandelen met mama aan het oefenen. En ik zeg, nou, ik wil heel graag op tv komen. Nou, draai je om. Kijk even. Hallo. Waarom loop jij in zo'n prachtig pak? Dus ik wou op tv komen. En we waren aan het denken, hoe kunnen we opvallen? En toen, Hey, en kijk dan even in die lens, want dat is gelukt, hè? Want je bent nu op tv. Echt? Ja, want ik zie dat jullie net een warme ontmoeting hebben. Wat zijn jullie van elkaar? Wat zijn jullie van elkaar? Nou, van de sportclub. En jij bent hier om aan te moedigen? Ja. Ja, ik zou eigenlijk meelopen voor de 10e keer, maar ik heb een nieuwe binnenknie gekregen. Oh, dus nu ben je als supporter. En volgend jaar wel weer mee? Ja, 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 zeker weten, ja. I can boogie, but I need a certain song. Hoezo zo'n t-shirt met deze woorden erop? Ja, wij houden van love. En ga je nou 4 dagen zo lopen? Ja, en de laatste dag ga ik ook nog veren in mijn steek doen. We staan hier lekker op het punt in Elst. Hoe is tot nu toe de sfeer? Ah, geweldig. Het is geweldig. Je ziet mensen langs de route, zie je gewoon genieten. Maar mensen op de route ook. Het is toch een geweldige dag. Nou, en u bent ook prachtig gekleed. En ik zie ook dat het hele college zo mooi gekleed is. Ja, we zijn in blauw natuurlijk. Het is blauwe dinsdag vandaag, hè. Geweldig thema wat we bedacht hebben. En iedereen kleedt zich in het blauw. Hé, hey, wat betekent dat nou, hè, voor Elst? Wat betekent de Vierdaagse nou voor Elst? Een feest van saamhorigheid. Je ziet dat alle dorpen in onze gemeente, doorkomstdorpen, zich allemaal verenigen en allemaal activiteiten bedanken. Het is één grote feest langs de route. Dat is gewoon geweldig om te zien. Dat betekent het voor Elst. Een feest van saamhorigheid en van sportiviteit en van een mooie sportieve uitdaging. Ja, wat zie je er mooi uit. Dankjewel, dankjewel. Ja, blauwe dinsdag, hè? Blauwe dinsdag, natuurlijk. En voor wie sta je? Sta je voor iemand speciaal? Nou, mijn vader loopt mee voor de 12e keer. Dus die staan we sowieso aan te moedigen. En wat collega's en iedereen die zin heeft in Antevloe, hè? Ja. Heb je je vader al gezien? Nee, die komt nog. Heb je al iets gehoord? Want ik heb begrepen dat iedereen toch wel een beetje met die mobiel zit. Nee, ja, mijn vader dus niet. Dus hij laat altijd weten dat hij vertrekt. En hij is 6:14 vertrokken, dus we verwachten met een half uurtje. Zo. Ik sta hier bij Antoine. Dat klopt. En jij bent hier om 8:45 al? Aan het barbecuen. Is dat niet een beetje te vroeg? Het is te laat. Vorig jaar was het 7:15. Oh, jij bent dus eigenlijk een beetje te laat. Wilde jij vandaag uitslapen? Ja, ik moest rustig aandoen. Oh, rustig aandoen. Hey, wat ligt er allemaal te barbecue? Laat het eens even lekker zien. Er zijn nu alleen worsten en de hamburgers die komen zo meteen. En die worstjes die zijn dan straks voor de lopers of voor jullie? Nee, de ijsjes zijn voor de lopers en de worsten zijn voor de buren. En de worsten zijn voor de buren. Hey, smakelijk dan. Dankjewel. En veel plezier. Dankjewel. Nou, ik sta hier dus naast mijn beste vriendin. Ja, dat is en die is ook lekker aan het meelopen. Ja, meisje, keer, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ja, nog niks geleden. En ik kom er even bij. Jullie hebben mega hard getraind. Ja, nou ja, we hebben ons best genoeg. Genoeg, ja, genoeg in ieder geval. Zo hard getraind. Ja, inderdaad. Peter zal kapot zijn. Ik wou dat het eerste mankement is al bij Minette. Peter al kapot. Maar ik moet wel zeggen, ik zie iedereen best wel een beetje bezweet. En, maar jullie zien er gewoon nog helemaal lekker fris uit. We zijn ook hartstikke jong. En, Wat is daar het geheim? Want doen jullie iedere keer tussendoor even een beauty routine? Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee. Maar het valt ook nog wel mee. Ja, het wordt wel warm, maar het valt eigenlijk nog wel mee. Nee joh, het gaat goed. Hey!
hier bij Simone. En Simone, jij loopt mee voor een bijzonder doel. Vertel eens, wat is dat doel? Ja, ik loop mee voor Spieren voor Spieren. Ik loop mee voor een collega en die heeft een zoontje. En die leidt aan de ziekte van Duchenne. De spierziekte gaat daardoor achteruit. En dat vind ik een belangrijk doel om voor te lopen. Dus, nou, dat snap ik. Maar ja, wat goed. En hey, hoeveel geld heb je er opgehaald? Weet je dat? Ja, nu volgens mij is het rond de 1100 euro. Ja, en ik doe het samen met een collega. Dus via collega's, via vrienden, familie opgehaald. Maar 1100 euro is echt al heel veel. Wat is een beetje jullie einddoel? Oeh, dat weet ik niet zo goed. Ik denk rond de 1500 euro dat we dan echt heel blij zijn. Dus we moeten nog eventjes. Maar het doel was eigenlijk 1000. En die zijn jullie al overheen? Ja, daar zijn we nou overheen. Maar ja, meer is altijd beter natuurlijk. Dus mensen mogen nog doneren. Dus jullie spieren mogen voor spieren. Spieren voor spieren, mensen, doneren. Heren, jullie zitten er allemaal heerlijk bij. Wie is Demi? Demi. Ja, wie is Demi? Ja. En wie is Demi? Onze begeleidster. Jullie begeleidster. En die, maar die is al voorbij. Oh, die is al geweest. Ja. Waarom bent u zo prachtig uitgedost? Ja, ik ben vandaag Jo van de EHBO. En ik sta eigenlijk om de mensen die een beetje geestelijke nood en een beetje nood aan de voet hebben te verzorgen. Nova. Els en Nova. Els, u bent al heel erg vroeg op, hè? Vertel eens. Drie uur vanmorgen. En wat heeft u dan sinds morgen 3 uur gedaan? Nou, mijn man die rijdt op de 50 met de motor. Ja. Dus die moest hem 3 uur op. Dus heb ik allemaal broodjes klaargemaakt voor de lopers, soep klaargemaakt. Daar ga ik frikandellen bakken. Dus u bent al hartstikke druk in de weer? Ja, nu wel een keer. Ik heb zelf altijd al gelopen, 31 keer. En daar ben ik voor 2 jaar terug mee gestopt. En nu denkt u, oké, maar dan ga ik me op een andere manier, wil ik toch nog heel erg bijdragen. Ja. Hey, en hier uw kleinzoon Nova. Nova, ik zag jou ook al heel hard in de weer. Vertel eens, wat was jij aan het doen? Ik was een ijsje aan het halen. Hoeveel ijsjes heb jij denk je wel niet uitgedeeld? Ik weet niet, misschien wel 10 pakken. Misschien wel 10 pakken. Nou, dat dacht ik ook, want ik zag de ijsjes aankomen. Hey, wat vind jij zo leuk aan de Vierdaagse? Dat het zo gezellig is, dat met muziek en dan kan je ijsjes uitdelen, dat eigenlijk wel, ja. En is er ook nog iemand in het bijzonder die jij aanmoedigt vandaag? Oom Michel. Jouw oom Michel, en hoeveel loopt jouw oom? Dat weet ik niet. 40 kilometer. Als middenkeer term mag je nou 40. Wat een enthousiasme. Ja, natuurlijk. Heeft u zelf al een keer meegelopen? Nee, wij staan altijd hier om de mensen aan te moedigen. Oké, en altijd met eten ook? Altijd met eten. En daar kunnen ze voor de Molukkers en mensen die willen gaan, die kunnen daar ook. En daar kan je masseren, laten masseren. Oh, laten masseren. Voor alles gezorgd. Voor alles. Ja. En ik zie het, hartstikke lekker. De mensen moeten goed verzorgd worden. Zo is het. Ja, toch? Zo is het. Oké. Uit, gaat niet zo goed? Nee, het gaat hartstikke goed. Maar gewoon even de voetjes luchten. Dus we hebben pas 18 kilometer gehad, hè, dus het gaat hartstikke goed. Oké, hoeveelste keer is dit voor jou? Tweede keer, ja. Tweede keer. En? Ja, één groot feest weer, hè. Ja. Veel getraind? Nee, minder dan vorig jaar. Het ging vorig jaar best wel lekker, dus op de een of andere manier, het kost nog veel tijd te trainen. Hoe gaat het ermee? Het gaat heel goed, ja. Ja, ik heb wel een blessure. Ik heb een gekneusde haak, maar het gaat... Ja, nou, omstandigheden heel goed. Oké, maar de eerste dag en dan al nog een gekneusde hak. Ja, maar dat had ik van tevoren al. Dus een week geleden dacht ik ga niet lopen. Want ik kon maar een kilometer lopen. Oh, maar echt, als echte supporter van Ik ben bij de fysio geweest en die zei, je mag lopen. Dus jij dacht, ik ga er gewoon voor. Dan ga ik ervoor en ik zie wel waar het strand. Maar ik hoop dat je er nog te lopen. Hoi dames! Hey, jullie vallen zo op, wat zien jullie er prachtig uit. Nou, dankjewel. Ik zie jullie helemaal in het blauw, een mooi blauw rokje, een blauwe pet, een blauw t-shirt. Het is blauwe dinsdag, hè? Het is blauwe dinsdag. Dames, vertel eens, hoe is het gegaan? Hoe gaat het tot nu toe? Ja, heel goed.
Het is lekker weer, hè? Het weer is fantastisch. We hebben nog geen regen gehad, gelukkig. We hebben goed getraind, goede voorbereiding gehad. Ja, want vertel eens, hoe bereid je je nou voor op zo'n Vierdaagse? Gewoon ieder weekend even een stukje gaan wandelen. We hebben het Vierdaagse schema gedownload en iedere week die training gewoon gevolgd. En tussendoor nog een beetje getraind door de week, gewoon een uurtje of zo. Nee, maar jullie lijken best wel een beetje ervaren wandelaars. Nee, sinds corona wandelen we heel veel, maar niet echt als een Vierdaagse. Het is echt pas de eerste keer. Dat was iets van onze bucketlist eigenlijk. Dus eerste keer Vierdaagse. Kan je eens vertellen, wat is dat gevoel van de eerste keer Vierdaagse? Ja, fantastisch. Dat is echt zo leuk. Waanzinnig dat het nu eindelijk zover is, dat we echt gewoon nu mogen lopen, dat het gewoon begonnen is. Echt grandioos. Iedereen, als je zou kunnen, als je het lichamelijk kan, dan moet je het gewoon doen. Dit moet je gewoon meegedaan hebben. En echt fantastisch. Die mensen die allemaal langs de kant van de weg staan, die kindjes met snoepjes, mensen met komkommen, met meloen, echt. Ja, het is fantastisch. Allemaal vrijwilligers, het is zo goed georganiseerd, het zit zo goed in elkaar. Nou, echt toppie top. Echt, ja, ik krijg er kippenvel van. Ik vind het echt grandioos. Nee, dames, ik word helemaal blij van jullie enthousiasme. Heel veel succes en dankjewel. Plezier nog. Dankjewel. Jullie ook, hè? Doei. Hallo, dames! Hallo, hoe gaat het ermee? Goed, goed, heel goed. Heel goed, ja. Hey, jullie, kom eens even wat dichterbij. Jullie als zusjes, jullie lopen natuurlijk mee. Ja, ja zeker. Ja. En dit is de eerste keer? Ja, de eerste keer. Man. En vertel eens, wat is dat gevoel van de eerste keer zo'n Vierdaagse samen meelopen met je zus? Gezellig, sowieso. Ja, de gezelligheid. Ja, goed gezelschap. Maar dat is overal. Het is echt één grote gezelligheid. Langs de kant, iedereen is muziek aan het maken, gezelligheid, zingen. Weer, weer. Ja. We hebben het goed door het weer. Ja. Hey, en deze week, waar kijken jullie nou het allermeeste naar uit? En niet zeggen de finish, want dat hoor ik van iedereen. Even iets anders, iets origineels. Waar kijken we echt naar uit? Mensen langs de kant die komen kijken, vind ik heel erg leuk. Kennissen, familie. Ik denk de derde dag ook, vind ik. Tenminste, de Zevenheuvelen lopen. Ja, die heb ik gehad. De derde dag, denk ik. Daar kijk ik wel naar uit. Ja. Okay. Hey dames, heel erg veel succes nog. Dankjewel. Doei! Fijne dag. Dat is bij mij altijd heel gek. En 's morgens komt die lach op mijn gezicht en die gaat er die 4 dagen niet meer af. Zullen we dat dan nog even voor de camera doen, die lach? Ja, helemaal goed.